Lydia, Emily. Wat? Ik was aan het praten. Oh ja, sorry. Maar wat wil je zeggen? Nee. Wauw. Welkom bij My Dreams Backstage. In deze aflevering zie je onder andere een interview met oud-deelnemers die echt jarenlang zijn meegegaan en nu, na een opleiding, docent zijn geworden bij de kunstkampen. Doe mee met My Dreams. Angel en Ami. Jullie, ja, hallo. Jullie gaan way back. Wij gaan way back. En ja, niet alleen met elkaar, ook met mij. Dat is waar. Want ik heb jullie heel lang mogen lesgeven. Ja. Op deze zomerkampen. Mm-hmm. En nu zijn jullie docent. Ja! Yeah. Mag het even duren. Ja. Ja, en hoe is dat, Angel? Ja, echt leuk. Ja, ik heb echt de mooiste tijd van heel mijn leven. Oh, sorry. Ik heb echt de mooiste tijd van heel mijn leven. Ja, ja, echt tof. Als docent of ook al als deelnemer? Ook als deelnemer, ja, dat zeker. Maar als docent vind ik het toch extra leuk. En wat maakt het dan extra leuk? Ja, toch de mooie momenten die je hebt. Sorry. De mooie momenten die je hebt, die kan je nog intenser beleven. Omdat je bewust bent van het feit dat je een docent bent. Leren met elkaar, je kunt volop genieten. Als je straalt en je hebt meer op de momenten. En toen sprong ik dus op die meteorieten. Maar die ging niet omhoog, die ging omlaag. Kato en Sandra. Hallo. Hallo. Jullie zijn deelnemers van het zangkamp. Kunnen jullie vertellen wat je op zangkamp doet? Nou, we leren in een week zo'n 5 tot 6 liedjes. En die moeten we dan op vrijdag uiteindelijk performen in het theater. Ja. En onder andere hebben we ook nog workshops met BN'ers, waarbij we ook dus allemaal dingen met zang doen. We hebben een keuzevak wat niet echt per se zang hoeft te zijn. En we hadden net nog met microfoontechniek en ook een beetje nog podiumtraining. Ja. En over keuzevak, wat is dat keuzevak? Wat kan je allemaal kiezen? Even kijken. Bij het keuzevak heb je de keuze uit dans, acteren of zang. En dan is het gewoon ligt er puur aan ook gewoon wat je in die groep gaat doen, ja, van hoe en wat. Hoe is het om hier nu voor het eerst les te geven en aan de andere kant te staan? Ja, heel leuk. Echt super, super leuk. Het is ook wel even wennen of zo, want het is toch een ander soort rol, maar ja, ik geniet er gewoon heel erg van. En het is, ja, op een andere manier of zo, maar het is heel leuk om te werken ook met die kinderen en alles. En wist je als deelnemer al van, oh, als ik nou een opleiding ga doen, dan wil ik hier weer terugkomen om les te komen geven? Nou, het moment dat ik stopte, dacht ik al, en wij keken elkaar ook aan, hè, van, ja, oh, we gaan het ooit doen, hè, we gaan het ooit doen. en nu doen we het gewoon. En het mooie is ook dat we nou samen dan ook, is wel extra mooi of zo. Dus ik denk dat ik altijd wel zo'n gevoel heb gehad, ja. Wat hebben jullie als keuzevak gedaan? Ik had acteren als keuzevak. Ik had dans van Milena. Van Milena. En is dat dan leuk dat je naast het zangkamp ook nog kan acteren of dansen? Ja, het is leuk dat het zo gecombineerd wordt. Ja, cool. Is dat je goede kant, Angel? Ja. Ja? Zien? Ja. Okay. Gaan we door met het interview? Ja, sorry. Okay. En kunnen jullie ook iets vertellen hoe dat ging? Want jij zat op acteerkamp, jij op zangkamp. Hoezo zijn jullie vrienden geworden? Jullie zaten niet eens bij elkaar. Nee, maar jullie zaten niet eens bij elkaar in de les. Nee, ja. Nee. Hoe is dat gegaan? Ja, oh jawel, ik weet het. Ik denk een beetje Moos. Ja, via Moos. Want jij was heel goed bevriend met Moos. Ja. En Moos zat bij zang. Nee, ik wacht. Sorry, je hebt nee, vertel. Nee, ik denk dat is, want nee, ja, ik was heel vaak met zang. Alleen toen, inderdaad wel met Moos, maar met Isa ook, want Isa, ik ging heel veel met Isa om. Ja. En toen was jij er ook, want de eerste 2 jaar, niet echt, dat, we wisten van elkaars bestaan, maar dat was ook wel. Ja. En toen echt pas van jaar 3 dat we echt opeens werden, en toen is dat alleen maar erg geworden. Ja, klopt. En op een gegeven moment gingen de mensen waar ik op het begin mee was, die gingen niet meer mee. En vanaf dat moment denk ik dat ik echt, dat wij gewoon heel goed echt gingen, ja. Kato, kun jij een beetje vertellen wat jij normaal al doet met zang? Nou, op mijn school heb ik ook zelf zangles. En dan
op woensdagen zo nu en dan, om de week ongeveer, heb ik half uurtje zangles dan nog. En dan op mijn new school zing ik ook nog. Dus ik doe best wel veel met zang. En voor jou, Sandra, heb je ook een hele jaar door les? Nou, nee, ik heb niet echt het hele jaar door les. Ik heb gewoon puur, als de zangles zit en ik tijd heb, dan spreken we af van oké, kan je en zo dan. En ze appen me soms als er bijvoorbeeld optredens zijn in het dorp van hé, je kunt je opgeven hiervoor, heb je er zin in? En dan meestal is het wel dat ik dat ga doen. En jullie hebben ook leuke acts met elkaar gemaakt voor de Bonte Avond. Jullie, toen My Dreams 10 jaar bestond, hebben jullie nog een leuke act om Milene gedaan, weet je het? Mm-hmm. Ja, het was Beauty in the Brain. Ja, dat was leuk. Ja, dus dat vind ik zelf ook altijd heel leuk als deelnemers dat soort dingen doen. Daarom mogen jullie nu docenten worden. Tip, als je hier terugkomt, doe iets voor Milene. En Lydia ook, dat moet je niet vergeten. Zij is alles, 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 alles in Milene. Woe! Ze klopt van top tot teen. Schatje, wat doe je met me? Wat doe je met me? Ja, zij is... Ja. Nee, maar ik vind het wel altijd leuk dat dat soort dingen ontstaan. Ook jullie hebben ook een keer een Bonte Avond echt gedaan die ik zo goed vond dat jullie hem op het podium vrijdag van mij moesten doen. Ja. Weet je dat nog? Ja, dat was Fine Got You, toch? Ja, Fine Got You. Met Zara nog. Ja. Wow. En eigenlijk wilde ik jullie toen op tournee sturen, maar dat wilden jullie niet. Het viel me zwaar tegen. Als band? Als band? Ja, ik wil eigenlijk graag jullie manager worden, maar dat mag niet. We kunnen nog even kijken of we wat kunnen... misschien bij elkaar roepen. Ja, reunie. Ja, reunie. Van een band die niet is. Is begonnen. Ja. De Bonte Avondband. Some people want to celebrate. Some just want to rip the Willen jullie ook echt verder met het muziekvak? Nou, ik zit nog te kijken, want ik vind het wel leuk om teksten bijvoorbeeld te schrijven. Maar ik ben niet goed in melodie bedenken, omdat ik nog niet heel erg goed instrument kan spelen. Dus daarvoor heb ik dan wel Jinte, die dan de gitaar speelt voor mij en dat we dan samen doen. Dus daar ben ik wel gewoon mee bezig, maar voor de rest ben ik nog aan het twijfelen van hoe en wat. Voor jou, Kato? Ja, ik wil wel lekker door, ja. Ik wat vind het is je droom? Ja, mijn... droom is, zeg wel, een eigen concert hebben in Ziggo Dome. Nice. Ami, wat wil jij nog bereiken? Wil jij zelf nog doorbreken als artiest? Ja, ik wil mijn nummers heel graag uitbrengen en kijken. Ja. Wat ik dan, of dat me iets gaat brengen. En verder wil ik ook wel blijven lesgeven, want ik vind het superleuk. Ik vind het echt, gelukkig. Ja, ik vind het echt heel leuk. Want zo is het leven. En het gaat soms wel eens fout, maar zo is het leven. Zoek je nog een manager? Ik zoek nog wel een manager. Nou, wellicht kunnen we even bellen. Ja. Angel, bedankt voor dit interview. We zijn zo ver terug. Na de reclame. Heb jij nou ook zin gekregen om in de zomer te acteren, dansen of zingen? Ga dan mee op een van de My Dreams kunstkampen. Je kunt je inschrijven via onze website www.kunstkampen.nl. Er zijn ook hele leuke shirts en truien en topjes. Hoodies. Ook kroptopjes, hoodies en t-shirts. En bidons. En bidons en ook bubbelbijsjes voor als je op zangkamp gaat. Altijd handig, goed voor je stem, goed voor je lijf. Tot op kamp. Ja, ik ben heel benieuwd wat jullie gaan bereiken. En bedankt dat jullie al een paar jaar meegaan. Nee, een paar jaar, een boel paar jaar. Oeh, 6 jaar. Eerste. Zesde. Negende. Dertiende. Ja, op kunstkamp, super vet. Niet te filmen, dit energieke kamp. Wat ik wel wil zeggen, ik vind jullie echt heel leuk. Dat ik jullie van... Dankjewel. Hoe oud was jij toen je voor het eerst kwam? Ik was volgens mij net 15. Ja, en jij was echt 10 of 11. Ik was bijna 11. Ja. Ik was 10. Maar ik vind het echt heel leuk dat ik jullie zo heb mogen zien opgroeien. Ja. En, dat jullie dan nu zo als volwassenen komen lesgeven.
Ja. Ja. Ja, jullie zijn ook hele leuke mensen en leuke docenten. Oh, ja. Dankjewel. Ja. Super lief. Lydia, Emily. Wat? Ik was aan het praten. Oh ja, sorry. Maar wat wil je zeggen? Nee. Ja, je had dit uitgelaten. Weet je wat ze doen? Pak die hak, keert het zo om in één blok in de pand. Zeg, ik krijg een koffie. Ik mag ja, Ami, heb je weer wat geleerd? Je kan niet koken. Nou, doorhangen. Ik denk, wij zijn wel heel dankbaar. Dat is ja. Wel. Ja, dat ging ik ook vertellen in mijn speech. Oh, sorry. Ontbroken. Lydia en Milene. Nee, ik ben heel erg dankbaar dat... Moet ik tegen de camera praten tegen jullie? Ja, wat je fijn vindt. Ik praat even vanuit mijn hart. Dat is goed. Nee. Oké, zijn we er klaar voor? Ja. Je kunt volop genieten als je straalt. Ja, ja. Ik kan niet meer. Mami, Angel en Teresa, Teresa, Teresa. Je kunt volop genieten als je straalt in je hand. Woe! Nog 10 keer, nog 10 keer, woe! Ja, ja, Angel, kom nu maar hier. Kom maar. Ik wil jullie heel erg bedanken dat ik deze kans heb gekregen. En ja. Dat ik jullie ook heb mogen leren kennen. Ik ben hier elk jaar teruggekomen met een idee van... Yes, ik ga weer op kamp. Ja. En het hele jaar lang keek ik ook echt uit naar dit kamp. En echt nu mag ik gewoon... Wat, hè? Ja, nou, letterlijk. En ja. Nu mag ik gewoon terugkomen als docent. Hoe tof is dat? Ja. En ook toen ik tegen mijn moeder zei, zei ze... Oh, ik ben zo blij voor je. Ja, ik ben... Blij dat je mag zijn, dankjewel. Ja, ik ook. En ik heb ook gewoon heel veel geleerd. Het is ook echt zo. Ieder kamp heeft me weer iets nieuws gebracht en heeft me weer verder ook ontwikkeld. Dus dat is ook, dankbaarheid is gewoon het beste woord. Ja. Want ja, zo ja. Kijk ik ook echt naar My Dreams Kunstkamp. Gewoon met een dankbaar hart. Dus, dankbaar. Ja. Dat is het mooiste woord. Ja, daar zijn jullie de kern van natuurlijk. Dus, ja. Dankjewel. Like deze video, druk op die abonneerknop van MyDreams.nl en check ook onze Instagram page of TikTok @kunstkamp. Tot volgende week! My dreams,